hebben twee lessen op zich gedaan. Nou, in de derde les hadden we tijd om een keer weer terug te gaan doen. In de eerste twee lessen waren we vooral tegen elkaar aan het werken. Eén deed iets, de ander deed iets. Maar eigenlijk zat er nog geen samenwerking in. Gaat nu wel gebeuren. Vandaag moet je ook namelijk gaan counteren. Nou, we beginnen de lessen met een warming-up. Dat is eigenlijk achteruit boksen. Iets wat je niet zo gauw zou doen in de wedstrijd. Want dat is namelijk een lastige techniek. Je moet namelijk stilstaan op het moment dat je stoot. En degene die dominant is, die gaat naar voren. Die wil de wedstrijd gaan beslissen. En degene die achteruit boksen, kan ook naar terug doen. Ziet er zo uit. Dat is eigenlijk warming-up. Hij komt weer af. Stilstaan. Vorige keer deden we ook een opdrachtje, dat was links-rechts, bukken-rechts. Maar nu gaat mijn tegenstander een schijnbeweging maken. Het is aan mij zaak om daar niet in te trappen. Ziet er zo uit. Vorige keer deden we ook links-rechts hoek-hoek combinatie. Nu ga ik ze proberen te ontwijken. Ziet er als volgt uit. Ik moet nu snel reageren op wat hij doet. Ik doe hem eigenlijk gewoon puur door te kijken wat er komt. Als hij het iets sneller doet, ga ik gewoon sneller naar die kant. Ik hou mijn handen hoog. Telkens hou mijn handen bij mijn hoofd. Dus mocht hij uitschieten, dan schrapt hij af van de hand. Maar nu ga ik ze proberen weg te tikken en eventueel te blokkeren. Dus komt er links-rechts op de hoek, ik tik ze weg en blokkeer ze. En telkens als hij een hoek geeft, hou ik mijn handen hoog. Scherm eigenlijk mijn slaap en mijn kin. Nog. Goed, ik zei al wel aan het begin. We gaan ook counteren. Mijn tegenstander doet weer een links-rechts combinatie. Ik tik die weg. En daar komt hij terug op zijn lichaam. Eerst met een dubbele hoek. En mijn tegenstander met deze handen hoog. Hij beschermt zichzelf ook weer. Eigenlijk werkt hij nu van onder naar boven, van het lichaam naar het hoofd toe. Andere combinatie. Is ook een leuke. Mijn tegenstander doet weer een links-rechts combinatie. Ik kom terug met de linkse. Dus eigenlijk om het zicht een klein beetje te ondernemen. Maar nu komt de stoot met rechts. Dan ziet hij daardoor niet aankomen. En heeft hij ook nog een combinatie weer terug. Neemt het zicht. Daar komt hij. En een beetje zijn handen hoog geblokkeerd. Mooi. Laatste keer. Ik kom terug met de dubbel. En ik stap meteen weer weg. Nou, we hebben nog twee dingetjes die ik even laten zien. Bij het sparren. Vorige keer zijn we meteen begonnen met sparren, maar er zit nog een stapje vooraf. Dat is namelijk aanvallen met één hand. De tegenstander valt aan met één hand, maar ik mag verdedigen, ik doe dus niks terug, met twee handen. Ik ga proberen dat ik toch bij kan. En als laatste, de volgende stap is dat we allebei mogen aanvallen met één hand. Ziet er als volgt uit. Probeer dan steeds elkaar schouder te raken, dat is voldoende. Probeer altijd losjes op je voeten te blijven, met een klein beetje op de voorvoet. Deze stand boks met rechts, ik met links. Mijn klein voordeeltje, en dit staat hier goed voor. En instappen met deze. Veel plezier!